Hallo lieve vrienden, hoe is het daar? Hier is hij goed. Ja, prima. Wingetje voor de deur, altijd belangrijk. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmentje opgestuurd? Laten we gaan kijken. Ja, laten we gaan kijken. Dit moeten toch bieren zijn? Het is bier, yes! En het is niet zomaar bier, het is voor mij licht onbekend bier, want het is Aziatisch bier. En hoe vaak ben ik in Azië geweest? Precies 0 keer. Ja, ik ben al nooit geweest. Sapporo Premium Bier. Dat Sapporo, dat is toch Japans? Neem ik aan. Gemaakt in Ierland. Misschien helemaal lekker. Nee, ik heb het even opgezocht. Sapporo is wel Japans. Het is een Japans bier. Hier hebben we Shinga. Shinga. En Shinga is Thais bier. Japans bier, Thais bier. Hier hebben we Tsingtao. Tsingtao. En Tsingtao is wat bier uit. Even kijken. Komt die uit de stad Tsingtao. Chinees bier. Ja, uit China. En dan hebben we Bintang. En volgens mij is dat een bier uit Indonesië. Maar dat weet ik niet zeker. En dan ga ik even kijken. Made in Indonesië. Haha, ik wist er wel eentje. Hartstikke leuk. Thais, Japans, Chinees, Indonesisch. Indonesische bieren. Ik zou je vertellen, het interesseert mij geen ene reet waar ze vandaan komen. Als ze maar koud zijn en lekker. Ja toch, als ze maar smaken. Nou, even kijken. Wat gaan we doen? Ik begin denk ik met het Chinese biertje. En dan reizen we af naar Indonesië. Gaan we naar Thailand en dan naar China. Hoe heet het? Japan. We maken er een soort rondrit van door de Oriënt. Ik heb weer het blikopener. Al mijn bieropeners zijn weg. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Daar komt ie. De Tsingtao. Het Chinese bier. Ja, ruikt. Gewoon naar bier. Chinees bier. Ja, het smaakt gewoon naar een bier, maar het is niet echt een heel erg uitgesproken smaak of zo. Beetje een doorlurk biertje zonder heel veel smaak. De Tsingtao. Nee, de Tsingtao. Tsingtao. Tsingtao is een beetje smakeloos biertje. Had ik niet verwacht van die Chinezen. Nou, dan gaan we naar de Bintang. De Bintang die ken ik, die heb ik al eens gedronken in Indonesische restaurants. De Bintang is een heerlijk biertje, volgens mij. Maar misschien weet ik het niet meer. De Bintang heeft wat meer smaak, wat meer pit dan het Tsingtao. Maar de Bintang is gewoon, ja, gewoon een pils. Gewoon een ijskoude pils. Ietsje meer bite, ietsje meer smaak, ietsje minder wrang, minder bitter dan Tsingtao. Maar ja, de Bintang is wel meer mijn bier. Het is volgens mij gewoon allemaal gewoon pilsner, hè? Volgens mij is het gewoon allemaal doordrinkbier. Dus niet van dat moeilijke gedoe, geen moeilijke smaken, maar gewoon, ja, gewoon zoals het moet. Nou, die ruikt lekker. De Shinga. De Shinga Thais bier. Ja, nou, we gaan het proeven. De Thais bier, de Shinga, die heeft een beetje een moeilijke smaak. En er zit heel veel koolzuur in, heel veel prik. Nou, mij even te veel koolzuur. Jezus, wat noem ik. Dat is heel heftig, heel veel bubbeltjes in het Thaise bier. Waarom is dat? Ik zou het niet weten. Maar nee, is niet helemaal mijn ding. En dan de Sapporo uit Ierland, maar daadwerkelijk in Japan gemaakt. Of in Japans. Misschien staat er gewoon wel in Ierland ook een brouwerij waar de Japanse Sapporo wordt gemaakt. Zou kunnen, hè? En dan proosten we op zijn Japans en het is een... Het grappige is, van alles wat uit Japan komt,
smaakt anders dan de rest. Al maken ze gewoon een normaal biertje, en het is gewoon een premium bier, ja, niks aan de hand, smaakt die toch weer anders dan anders. Japanners, die hebben, het is altijd zo mooi en verfijnd en lekker en ja, gewoon een beetje raar. Japanners zijn gewoon een beetje raar. Dat vind ik leuk in Japanners. Ja, het is niet helemaal hetzelfde. Zie je tafel te kraken, joh. Ja, heeft wel een klein beetje een andere smaak dan pilsner. Het is wel een beetje, en je denkt, nou oké, ze zullen toch niet weer groene thee in hebben gemieterd of wat dan ook. Even kijken, water, gerst, nee, het is gewoon een normaal pils. Maar ja, wel weer op zeer pans, hè. 4 Aziatische bieren, de Chinees, de Indonees, de Thai en de Japaner. Hoe leuk is dat? Dat vind ik wel leuk, ja toch? Tijd voor de cijfertjes. En de cijfertjes, ja, die worden niet laag, want ik hou van bier. Bier en ik zijn vrienden, al heel lang. Ja, ja, ik heb mijn kind ooit pilsner willen noemen, maar dat ging niet door. De Tsingtao, de Chinese Tsingtao bier, vond ik niet zo heel erg lekker. Het is een beetje een wrange, een wrange pils. Nee, het is niet helemaal mijn smaak. Nee, die Chinezen die moeten het maar gewoon bij Chinese eten houden. De Tsingtao krijgt een 5. Ja, het is een 5, meer niet. Een Thaise bier krijgt mij een 6, is een prima biertje. Waard niet dat de smaak niet helemaal mijn ding is, want er zit even ergens, er zit iets raars in. En er zit veel te veel koolzuur in, man. Potverdikke. Verschrikkelijk. Die krijgt een 6, hoor. De Japaner krijgt een 7 met de Sapporo. Echt Japans bier. Ja, het is verfijnd. Het is een hele verfijnde smaak. Het is niet zo rauw. Hè? De Chinees is rauw. Die Thai is rauw. En die Japan is eigenlijk verfijnd. Het is een zachte pilsner. Het is een lieve, mooie, zachte smaak. En toch kan ik de smaak niet helemaal omschrijven. Want het is wel heel veel op zijn Japans een beetje vreemd. En de winnaar is de Bintang. De Indonesische Bintang. Dat zou misschien ermee te maken kunnen hebben dat de Nederlandse bierbrouwer daar ooit is begonnen. Het zou kunnen, hè? Ik weet niet helemaal. Ik weet niet hoe het is. Maar je kan mij heel veel vertellen, maar de Nederlanders zijn al lang genoeg geweest om daar bijvoorbeeld gewoon de normale Hollandse pils te introduceren. Dus het is misschien ook wel een beetje flauw dat ik dan dus ja, die eigenlijk het Nederlandse bier weer tussenuit vis. En ik kan je wel vertellen, het is ook de enige in zo'n grote groene fles wat direct moet denken aan het merk Heineken. Maar goed, Bintang is heerlijk bier en ik krijg van mij een 8. Hier, deze link even lekker helemaal op. Doeg! Lekker biertje hoor.